Welkom bij Post voor Sint. Ja, fijn dat jullie allemaal weer kijken. Ja, en wat hebben jullie weer leuke vragen ingestuurd. En we gaan ze allemaal beantwoorden. Ja, zeg Tess, ja. Is het gepermitteerd dat ik jou ook eerst een vraag stel nog? Tuurlijk. Nou goed, stel je voor dat ik in mijn ene hand 5 cadeautjes heb. En in de andere hand ook 5. Wat heb ik dan? Of ik heb eigenlijk geen idee. En dan heb ik hele grote handen. En wat nou als dat 5 kleine cadeautjes zijn? Dan de helft vind ik nou flauw, zeg. Vind ik wel grappig. Post voor Sint, zoveel zakken niet te dragen. Post voor Sint, benieuwd wat jij nu hebt gestuurd. Post voor Sint, hij beantwoordt al je vragen. Sinterklaas maakt vrij voor ieder kind. Er is Post voor Sint. Hallo allemaal. Hallo, wat leuk dat jullie er zijn. Dansmiet, kijk, ik wil iets laten zien. Tadaa, een hele mooie tekening. Kijk nou. Oh, wat gaaf. Ja, Stef heeft hem gemaakt. En moet je nou kijken, helemaal binnen de lijntjes gekleurd. En Stef is pas 3 en voor iemand van 3 jaar vind ik dat heel erg knap hoor. Nou, Koele, dan heb ik ook nog een hele mooie tekening van Nathalie. Kijk, oh, wat is hij mooi. Mooi, hè? Ja, en Nathalie is nog maar 3 jaar en heeft lekker buiten de lijntjes gekleurd. Lekker op de eigen manier. Vindt hem erg mooi, Nathalie. Ja, nou, Stef en Nathalie. Deze tekeningen krijgen een mooi plaatje aan onze muur. Hey Koele, ik heb nog een leuk filmpje die je even moet bekijken. Oh, van Silke. Komt-ie. Hi Koele en Danspiet. Waarom hebben anderhalf Zwarte Piet en 4 op zijn muts? Dat vind ik een hele goede vraag, Silke. Kijk, het ligt er een beetje aan, want niet alle Pieten hebben een muts. Ik bedoel, kijk naar mij. Ik heb niet eens een muts. Weet ik ook niet. Maar, Hoge Hoogte Piet wel? Ja. Oh, weet je wat? We gaan gewoon Hoge Hoogte Piet even bellen en vragen waarom hij een veer op zijn muts heeft. Ja? Ja. Hoi Hoge Hoogte Piet, waarom heb jij een gele veer op je muts? Waarom? Ja. Gewoon, omdat ik hem mooi vind. Oh, ja. Dat kan natuurlijk ook. Oh, nou, laten we maar snel gaan kijken wat Kate vandaag aan het doen is. Ja, goed idee. Hey jongens! Hallo. Hi, kom, laten we erbij gaan zitten. Wat is het hier gezegd? Wat kunnen jullie goed zingen? Ja, echt hartstikke goed. En jij bent bellen, hè? En wat is jouw vraag aan Testpiet? Testpiet, kun je mij leren om net zulke mooie gedichtjes te maken als de Pieten en Sinterklaas dat kunnen? Oh ja, bellen, wat een ongelooflijk goede vraag. Dichten is ook best wel moeilijk. Ja, dat vind ik dus ook. Je moet altijd simpele woordjes nemen. Maar als je een moeilijke woord hebt, wat is bijvoorbeeld een moeilijk woord? Nou, mijn buurmeisje die heet bijvoorbeeld Suus. Suus? Ja? Ja. En kun je daar iets op rijmen? Suus, muus, dus, ruus, kus. Dat is lastig, hè? Ja, dat vind ik zo. Maar dan kan je wel zeggen, Suus, dat is jouw naam. Ja. Nou, en wat ruimt er op naam? Dat heb ik op het bordje bij de deur zien staan. Nou, dan zit toch Suus erin. Altijd gewoon beginnen met het moeilijke woord. En dan ruimt er vanzelf wel iets op een makkelijk woordje. Ik vind het een hele goede tip. Kan Bella ook een klein gedichtje maken? Even kijken, waar zullen we het over doen? Paard. Over het paard? Ja. Paard. Over paard. Ruimt er iets op paard? Paard. Staart. Staart. Oké, paard. Americo is het allerliefste, mooiste, slimste paard. En hij heeft een lange staart. Ah, goed zo. En hij heeft geen lange... Paard. Top. Ja! Belle, heb jij nu een antwoord op je vraag? Ja, vandaag. Ja! Goed zo! Dat was weer een prima vraag aan Testpiet en Kate. Ik hoop dat je nu het antwoord weet. En nu is het tijd om te stoppen met babbelen. Want dan ga lekker in de zak grabbelen. En mocht jij nou ook een vraag hebben aan Sinterklaas of aan een van de Pieten, stuur hem dan gewoon op via onze website www.postvoorsint.nl of via onze speciale Club van Sinterklaas app. En wie weet beantwoorden we jouw vraag wel hier bij ons op het kasteel. Zoals bijvoorbeeld deze. Deze is van Maarten. Oh, die is ook van Sinterklaas. Ik ga meteen even bellen. Zo. Hallo Sinterklaas. Ja, Koele Piet. Ja? Ja, ik snap het. Ja, dankjewel. Zo Maarten. Jij wil dus weten of Sinterklaas wel eens andere kleren draagt.
Je zou voor de aardigheid eens moeten kijken in mijn kledingkast. Naar die lange rij met mantels. En die planken vol met mijters, zondagse mijters, werkmijters. Noem maar op. Want zeker op het dak in de Nederlandse winters kan je knap vies worden. Maar de allerbelangrijkste reden dat ik altijd dezelfde kleren draag is dat ik 's ochtends niet al te lang wil nadenken over wat ik aantrek. Het antwoord op de vraag is dus, ik draag altijd andere kleren, maar je ziet er helemaal niks van. Oh, Sinterklaas, dat herken ik. Ja, testpiet, ik heb ook 7 hoofddeksels, hè. Voor iedere dag van de week eens heb ik voor zondag. Zo heb ik dat dus helemaal niet. Ik ken het helemaal niet. Oh. Zullen we ze even bedanken, prof Piet? Natuurlijk. Wie, wat, waar en waarom eigenlijk? Prof, hè? De kinderen natuurlijk, voor de leuke post. Ach, natuurlijk. Dag, jongelui. Zeer wezenlijk bedankt voor jullie aandeel in het geheel. Tot morgen. Ja, juist. Dag. Dag.